Het wordt een stille jaarwisseling, want het kabinet wil een totaalverbod instellen op vuurwerk. Buurgemeenten van Nijmegen en Heumen hoeven daarom niet meer bang te zijn voor vuurwerktoeristen. Nou, we zijn zeker bang voor vuurwerktoerisme. Deze vraag heb ik ook gesteld aan de burgemeester in onze half uur vraag, tijdens een raadsvergadering. En de burgemeester heeft er netjes op geantwoord. En dat we wel uh, 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 de ogen en oren open houden. En uh, dat ze in overleg is uh, ook met de politie en uh, brandweer en uh, natuurlijk ook uh, de verzorging die er omheen zit, ziekenhuizen, et cetera. Omdat er toch veel uh, overlast van is en uh, de gevolgen kunnen groot zijn. Het verbod is goed nieuws voor bijvoorbeeld huisdieren en ouderen, maar veel minder goed nieuws voor vuurwerkhandelaars. Richard Bul blijft daardoor zitten met een flinke hoeveelheid onverkoopbaar vuurwerk. Toch heeft hij ook begrip voor het kabinetsbesluit. Ik begrijp dat het vuurwerkverbod in de tijdsgeest waar we in zitten met het coronavirus, dat de reden is om het vuurwerk te verbieden, eenmalig. En ik hoop dat het ook bij eenmalig blijft, omdat we dan volgend jaar weer een traditie voort kunnen zetten met veilig vuurwerk. Nou, ik vind het vooral uh, jammer dat de discussie op uh, een laatste termijn uh, gevoerd wordt. De discussie had natuurlijk al veel eerder gevoerd kunnen worden voor ons als bedrijf en, en bedrijfstak. Waardoor wij meer voorbereidingen achterwege hadden kunnen laten en andere beslissingen kunnen nemen op het inkoopbeleid. Dus dat, dat vind ik wel uh, jammer dat daar niet eerder actie op ondernomen is. Volgens Bul is illegaal vuurwerk de grote veroorzaker van problemen tijdens de jaarwisseling. Ja, ik ben eigenlijk onbekend met die, uh, met die handel, omdat wij onszelf daar niet in uh, roeren, natuurlijk. Mm -hmm. Wat uh, wel eens wat ik gewoon hoor van, uh, van jeugdigen om mij heen, dat er gewoon ontzettend veel illegaal vuurwerk uit Polen, uh, Italië, per post binnenkomt. En dat reken ik de overheid wel zwaar aan, dat daar niet meer op gehandhaafd wordt en actiever op gekeken wordt om dat te uit te sluiten en die import tegen te houden, want in mijn optiek is dat ook wel de grootste veroorzaker van alle problemen om ons heen, dat spul is hetgene waarmee je brievenbussen en bushokjes de lucht in blaast mm -hmm. uh, en het vuurwerk wat wij verkopen is gewoon goedgekeurd getest vuurwerk waar je in het slechtste geval uh, je vingers bij uh, verbrandt. Uh, we hebben ook als branche... Uh, Vuurwerkbrillen, waardoor, waardoor dus oogletsel ook uh, meer voorkomen wordt. Maar goed, het, is, het blijft wel een jammer ding dat, dat de overheid hier niet veel actiever op zit. En als de overheid daar niet gewoon paal en perk aan stelt, dan blijft het vuurwerk uh, aan zich een probleem binnen onze maatschappij. Kernachtig Wiegen, denk nog na over goed vuurwerkbeleid. Daar hebben we het in de partij nog niet over gehad, wat een goed vuurwerkbeleid is. Maar het is duidelijk natuurlijk dat, er, dat het doorschiet, sommige dingen, zowel de verboden als ook het gebruik. Um, gaan we straks ook de oliebollen met oudjaar verbieden, vuurwerk hoort erbij. Maar de excessen in het gebruik van vuurwerk schieten door en daardoor verpesten de slechte gebruikers, verpesten het misschien voor de goede gebruikers. En in de gemeente Wiegen uh, hebben we natuurlijk ook wel uh, financiële kosten bij het vuurwerkbestrijding. En uh, toezicht is ook uh, uh, moeilijk om het toezicht te houden. Maar daarnaast is het uh, plezier wat mensen hebben om uh, vuurwerk te gebruiken is natuurlijk ook een groot goed.